Nou, hoe ben ik op het idee gekomen? Ik kwam bij heel veel bij mensen thuis. En daar gaf ik heel veel ondersteuning. Vooral bij mensen die Alzheimer hadden. Maar dat was altijd een één-op-één situatie. En dan dacht ik bij mij, ja, ik moet toch eigenlijk meer kunnen betekenen voor meerdere mensen tegelijk. Dus ik dacht, nou, als ik nou eens een geschikte ruimte kan vinden, dan zou ik voor mezelf kunnen gaan beginnen. En dan ga ik het helemaal anders doen als de grote organisaties. Ouderenzorg anders. Ouderenzorg anders, vandaar ook de naam natuurlijk. En gelukkig kwam ik de juiste mensen tegen die me daar inderdaad bij geholpen hebben. En ik heb heel veel hulp gekregen van buitenaf. En toch verschillende locaties eerst bekeken. Maar ja, de kreek sprong er toch helemaal buiten bovenuit, zeg maar. Want mooie locatie natuurlijk, mooi park, lekkere tuin. Kleine ruimte, kleinschalige zorg was ook mijn voorkeur. Het is bij ons allemaal thuis, al mijn kinders. We kennen mijn vader niet meer terug. Zo ben je veranderd. Ja. Ja, zo ben je veranderd. Ja, ik ben natuurlijk een persoontje altijd geweest. Die had natuurlijk in het volle leven gestaan. En ik heb ook die dementie gekregen. En de drift ervan. En ja, je weet wel, dat werkt natuurlijk. Ja, heel erg. Nou goed, de locatie was er. En toen was het natuurlijk de droom die uit ging komen. Dit was eigenlijk altijd een droom. Ik ben nu 43. Ik was 42 toen ik begon natuurlijk mijn oudere zorg anders. En ik dacht, als ik het nou niet doe, dan doe ik het nooit meer. Oh, nee, ja. Dat ik hier heel graag zit. Ja. Dat is wel bekend, hè. Ja. Nee, dat kwam er niet, hè. Dat je naar uitkijkt, hè. Ja. Ja. Want je zat thuis altijd alleen, hè, Riet? Ja. Hè? Dus, heel deze tent hier binnen verbouwen. Natuurlijk een hoop tijd gekost, een hoop energie. Ik heb er totaal geen spijt van. En, het is natuurlijk veel leuker om met meerdere mensen tegelijk een spelletje te doen. Samen te eten, samen te knutselen, samen te wandelen, een dagje uit. En op deze manier is eigenlijk ouderenzorg anders de opvang gestart. En de thuiszorg doe ik natuurlijk al jaren. Ik zit 20 jaar in de zorg. En dat bevalt me ook nog steeds goed. Dus ook dat doen wij nog steeds. Maar wat gaan we erbij eten? Ja, ik denk dat hebben jullie vast al over vergaderd. Ja, hebben we gedaan, maar er kwam niks uit. Oh. Dat maakt niet uit. Jan, wat eten we erbij? Frutti? Wil weten. Jan, tutte frutti? Tutte frutti. Nee joh, Wil heeft een goeie. Oh, Wil, vertel eens. Wat eten we erbij? Spruiten zeker? Ja, dat dacht ik wel. Sommige dan Jan, dan word je toch niet beter van? Nee, ik zeg nee. Ik heb dat in de familie bij ons allemaal meegemaakt. Je kan niks alleen nog meer vergeetachtiger worden, maar beter doet het niet. Maar de manier waarop je ermee omgegaan wordt. Of waar je nou een vuilniszak bent, of je bent nog een mens. Zo zit het, hè Jan? Ja, zo zit het. En hier kan je gewoon lekker jezelf zijn. Jezelf, klaar af. Dus toen ben ik een brief gaan schrijven van, joh, zoeken jullie nog mensen die in de zorg kunnen helpen en op de dag van. Dus ik heb er ook een sollicitatie gestuurd en toen ben ik uitgenodigd voor een gesprek. Want ik denk, oh, dat is wel leuk, kleinschalig en huiselijk en veel tijd voor de mensen. En zodoende ben ik op gesprek gekomen en dat klikte meteen en ik kon gelijk aan de slag. Dus dat deed ik dan gewoon erbij, bij mijn andere werk. En toen werd mij gevraagd of ik erbij wilde komen als maat op den duur. Omdat ze toch ook iemand erbij zochten voor hun zorg, die Anita dan kon ondersteunen. Nou, en dat vond ik zo'n leuke uitdaging. Dus heb ik ja op gezegd. Wat jij hebt? Smakelijk eten! Ja, dankjewel! Oeh, jullie hebben het wel goed hier! Nou, het voelt voor mij gewoon aan als familie. Ja, dat is echt mooi. Eén grote familie. Ik kom hier graag. Dus hoe vind je dat de kleine kinderen hier zijn? Die horen gewoon bij. Wat moet je anders als je kleine kinderen hebt? Als je ze meeneemt, dat heb ik ook al gedaan. En we zorgen er met z'n allen voor. Ik wou zeggen, ze hebben nog nooit zoveel opa's en oma's gehad. Nee, niet leuk, hè, dat de kinderen erbij zijn. Ja, dat brengt ook een beetje gezellig. Hey, joep, die horen erbij. Allemaal opa's en oma's. Hé, er zit een vogel in.
wel mee. Ja, dat is het. Je bent ook wel een beetje verwant, hè? We zijn wel lief. Het ene lacht ze ook liever dan standen, nou, dat zijn mensen. wij werken met een persoonsgebonden budget. Daar kunnen mensen gewoon veel meer mogelijkheden mee. Kun je ook meer mantelzorgers eigenlijk ontlasten. Persoonsgebonden budget kan je aanvragen in plaats van zorg in natura. Zorg in natura is wat eigenlijk de grote instellingen allemaal doen. Met een persoonsgebonden budget krijgt de cliënt het budget op hun rekening gestort. En van daaruit kunnen ze dan ouderenzorg anders inkopen, zeg maar, zorg inkopen. Zowel voor de opvang als in de thuissituatie. En hoe vind je met de kinderen erbij, Wil? Fijn. Maar je wil wel als mens maar. Ja, hè? Ja, dat draait het om. Die horen er ook bij. Die horen er zeker bij, want wij zijn één grote. Je was eerst ergens anders altijd. Ik vind dat mijn cliënt of hem ook indruk gemaakt heeft. Dan heb ik niet zoveel indruk gemaakt, nee. Denk ik. Dat denk ik ook. En toen ben u door uw dochter hier naartoe gekomen, ja, hè? Ja, Wilma, die heeft me hier gepakt. Ja, en hoe vindt u het nou hier? Gezellig. Ja, ik vind het gezellig. En wat doen we nou allemaal hier? Breien. Ja, koffie nog op. Zoals dan hij niet, dan... Breien. En handwerken.